allemaal buiten? Nee, ik ook niet. Hallo. Ik blij ben dat jullie dus de poot tussen de deur hebben gestopt om dus waar te maken dat het niet verkocht werd en dat het weer oudere vandaag woningen worden. En nou, daar zijn we ergens toch, ondanks alle ellende die we 4 jaar achter de rug hebben, wel blij mee. En dat jullie dus niet met hanenkammen zijn verschenen met kroppenhoeken. Dat het rustig is verlopen, dat vind ik wel fijn. Dat is prettig. En ik wens jullie veel succes in je nieuwe behuizing. Dan had ik het bij. Ik was altijd erg blij dat hier de zogenaamde krakers wonen, want het is een hele andere vorm van leven en wonen, maar dat is juist een attractie en een toevoeging van de waarde van Amsterdam, dat zoiets mogelijk is. En ik vind het jammer dat ze weggaan, want de buurt heeft nooit en ten niemand last van ze gehad. En ze hebben zich altijd heel keurig gedragen en geen overlast. En ik vind het heel jammer. Dan vragen de andere mensen wel eens, hebben jullie last van die mensen? En dan zei ik, nee, last niet. Als er wat is, ga ik naar een van die mensen en die gaat erop af en die zorgt dat het weer in orde komt. Zo was het. Hè? Ja. Dankjewel voor hele goede jaren met elkaar. We hebben hier samen gewoond in deze wijk. En dat was, voor mijn gevoel, hoorde dat bij deze wijk. Eigenlijk vind ik het heel jammer dat jullie vertrekken. Ik vind een wijk in Amsterdam hoort de levendigheid te hebben die jullie hier mee hebben gebracht. En daar hoort ook die kast bij die we net verhuisd hebben met de rouwhoeken. Die gelukkig zal hier blijven en aan jullie blijven herinneren. En wie weet is het op een gegeven moment weer nodig dat jullie terugkomen. En dan van harte. Ik kom even afscheid nemen, omdat jullie hier weggaan. Jullie hebben hier 3,5 jaar gezeten. En nou, last hebben we nooit gelukkig gehad van jullie. En ik hoop dat jullie allemaal goed terechtkomen. Ja, dat is het. Ik wens veel geluk verder. Ooit. Ik ben altijd een sympathisant geweest van alle krakers. Maar deze was heel bijzonder, vond ik. Ze hebben in alle stilte, in deze moeilijke krakerstijd, hebben ze dit gekraakt en zijn op hun manier heel erg bezig geweest om te voorkomen dat het door projectontwikkelaars zouden worden opgekocht en verhandeld. En dat is op zo'n sociaal en sympathieke manier gebeurd. Vredig. En de afloop is helemaal vredig gebeurd. Dus ik heb een geweldige bewondering. En ik wens deze mensen good luck in de rest of their life. Is dat het? Aha. En jij woont hier in de buurt? Ik woon hier vlakbij, 50, 60 meter hier vandaan. Ik wist het wel, maar ik wist niet van de achtergrond en de manier waarop jullie aan het werk gingen en gegaan zijn. En dat vind ik achteraf jammer, maar ik was net op het nippertje bij dit afscheid om dit te kunnen zeggen tegen jullie. Oké, wil je iets meer toevoegen? Wat zou ik toe willen voegen? Nou, het is zo hard ontroerend, omdat dat in deze tijd, waarin dit soort bewegingen die ontzettend vanuit een sociaal hart, vanuit een gemeenschapshart, ik heb eens een woord herontdekt van, hoe is dat woord ook weer, saamhorigheid. Nou, horig is onderdaan en samen is samen. Dat we weer onderdaan worden van het geheel. Oftewel, een voetbalelftal weet, de trainer van een voetbalelftal weet, het moet een team worden en anders lukt het niet. En zo moet het in de maatschappij ook, dat is mijn gevoel. Samenhorigheid. Samen dienstbaar aan het geheel. Krakers bedankt. En iets meer? Nee. Wat voor? Dat we niet gesloopt zijn.